En dit geeft wel vertrouwen. Ons Vlaams onderwijs. Nog altijd bij de wereldtop. Tweede in Europa, zevende in de hele wereld. Wat we zelf doen, blijkt hier, doen we beter. Tot spijt van wie het benijdt. Vlaams onderwijs is top. Omdat onze scholen veel zelf mogen beslissen. Omdat er vrije schoolkeuze is. En ja, dat kost geld, maar het rendeert. Maar we moeten natuurlijk wel nauwgezet de kwaliteit blijven bewaken. Essentieel is dat de OESO ons onderwijs naar voren schuift als strong performer. U ziet het, ook de OESO kent het verschil tussen Belgium en Vlaanderen. En ja, het is waar. De N-VA heeft ervoor gezorgd dat ons onderwijs wel degelijk zal hervormd worden, want er zijn effectief knelpunten. Maar de hervorming om de hervorming, die komt er niet. Bart de Wever heeft er trouwens terecht op gewezen dat de mensen die het onderwijs maken belangrijker zijn dan de structuren. Citaat, het is een hard werkend en gemotiveerd lerarenkorps dat ons onderwijs sterk en kwaliteitsvol maakt. Leerlingen moeten uitgedaagd worden om in hun competenties en talenten boven zichzelf uit te stijgen. En Hugo de Ridder die heeft dat standpunt opgemerkt. Ik citeer hem. Bart de Wever heeft de woorden gevonden die vele christendemocraten wilden horen. Bedachtzaamheid. Niets afschaffen wat zijn waarde heeft bewezen. Vrije keuze. Of andermaal, geen gelijke kansen als dogma. Wel, de hoogst mogelijke kansen voor iedereen. Einde citaat.